Simmy Simmers en welkom bij weer een nieuwe 52 Weeks of Simmaking video van het forum Town of Plumbobs. Wil je nou ook meedoen aan deze superleuke uitdaging? Dan zou ik even een linkje van een forum in de beschrijving zetten. Het thema is Valentijn, helaas is dit wel het thema van 3 weken geleden. En ben ik dus heel erg laat met het uploaden van deze video en ook het maken dus ervan. Het spijt me daarvoor, maar dat komt omdat er bij ons momenteel heel erg veel aan de hand is. En dat levert heel erg veel stress op. En als je nou wil weten wat er aan de hand is, bekijk dan even de video die verschijnt hierboven in het infotekentje. En dan kun je dat ook mooi bekijken. Het is vast ook opgevallen dat mijn stem anders is en dat dat nou veel natuurlijker klinkt. En dat komt omdat ik een nieuwe koptelefoon heb gekocht. En die heb ik gelukkig kunnen kopen omdat ik nog van mijn opa en oma kerstgeld had gekregen. En ja, mijn vriend dus ook. En we hebben het allebei aan een nieuwe koptelefoon uitgegeven. Niet alleen zodat ik beter kan opnemen via de microfoon natuurlijk, maar ook omdat ja, dit geluid is gewoon beter en het is ook een Dolby Surround geluid en dat is gewoon echt veel fijner ook om naar te luisteren en dan kun je ook geluiden horen die je normaal niet hoort. Maar het belangrijkste is natuurlijk wel dat ik het vooral doe voor ja, een betere microfoon te hebben, zodat ik beter mijn Sims video's op kan nemen en zodat jullie ook mij beter kunnen horen. Ik hoop ook dat jullie mij, ja, mijn stem dus fijner vinden zo. Ik ben daar wel heel erg benieuwd naar, dus laat me dat ook even weten onder de video in de comments. En dan gaan we nu verder met het thema. En voordat ik het vergeet, jullie zijn natuurlijk van mij gewend dat ik normaal gesproken een sim, kaal en onaangekleed begin. En dan ja, begin met de namen zo. Maar ik ben één deel van mijn opname kwijt. En dat is namelijk dat deel. Plus dat ik mijn sim aankleed en al die dingen. Dus ik heb alleen nog het stuk van de eerste outfit dat ik dus haar, ja, haar make-up en haar sieraden en zo omdoe. Dus sorry daarvoor in ieder geval. Maar helaas kan ik dat niet meer weervinden. Maar goed, dat kan een keertje gebeuren. Dus we gaan gewoon verder met de rest. Dit is in ieder geval Rosa Goedhart. Haar doel is zielsverwant, want ze wil heel graag de ware liefde vinden. En zij hoopt dat ze dit op Valentijnsdag kon doen. Haar eigenschappen zijn romantisch natuurlijk, want ja, je moet natuurlijk wel romantisch zijn met Valentijnsdag. En sowieso is dat dan wel mooi meegenomen als dat je eigenschap is. Daarnaast is zij ook goed en creatief. Creatief heb ik gekozen omdat ik zelf ook heel erg ja, creatief ben. En doordat ik creatief ben en trouwens ook romantisch, kan ik leuke en creatieve romantische dingetjes bedenken. En Rosa is ook zo iemand als mij en die bedenkt ook leuke creatieve dingetjes. En daarmee hoopt ze natuurlijk ook en met haar charme haar toekomstige man te veroveren. En natuurlijk is trouwens de kleur rood de kleur van de liefde. Maar voor de outfits en ja, de sieraden en zo en de make-up heb ik voornamelijk voor roze gekozen. Want dit is ook een liefdevolle en romantische kleur. En ja, de meeste mensen die gebruiken voornamelijk rood, valt me op. En daarom dacht ik, dan kies ik eens een keertje voor roze. Ik vind persoonlijk Rosa wel leuk geworden en ook best wel goed gelukt. Ik ben ook heel erg benieuwd wat jij van haar vindt. Laat het me ook even weten onder de video in de comments. En vond je dit nou een leuke video? Doe dan even een blauw duimpje omhoog. En wil je in de toekomst meer van mijn video's zien en ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Doe dat dan ook. Dan zou ik zo ook even de muziek wat harder zetten, zodat je de rest van de video lekker met de muziekje verder kan bekijken. En dan graag tot de volgende video.